Na een flinke renovatie is Zwembad de Vliet afgelopen weekend officieel weer open gegaan. En dat zag er feestelijk uit, geheel in de EK-stijl. Het was zaterdag misschien niet de mooiste dag van de week, maar de echte baantjestrekkers lieten zich daardoor niet weerhouden. En enkele tientallen doken het gerenoveerde zwembad in. Dat doen ze eigenlijk al een paar weken, want op Hemelvaartsdag gingen de hekken al stilletjes open. Maar na zo'n ingrijpende verbouwing wilde de gemeente de opening toch nog graag even markeren met een officieel momentje. Wethouder Dirksen sprak de aanwezigen toe en memoreerde onder andere een wereldrecord op de vlinderslag dat in het zwembad gezwommen is. Dit is een heel bijzonder bad. Ik kreeg van de week nog een mailtje van Charles, die staat hier naast me. In dit bad is in 1965 een wereldrecord gezwommen op de 200 meter. Vlinderslag. Kijk, door Anna Kok. En het leuke is dat Charles heeft nog contact met haar. Ze woont in Zuid-Limburg, het gaat goed met haar. Ze kon er niet bij zijn, maar ze vindt het wel heel tof dat we nog even stilstaan bij, zeg maar, Anna Kok. Ja, de meesten kennen haar misschien niet meer, maar het is wel leuk om te bedenken als je hier staat dat er in dit bad een wereldrecord gezwommen is. Dat vind ik toch wel tof, moet ik zeggen. Er kan dit jaar een maand langer gezwommen worden dan normaal. En dat is dankzij de vrijwilligers van de Vrienden van de Vliet. Het bad blijft daarom ook in de maand september open voor recreatiezwemmers. Ja, want sinds wij er zijn gaat het bad in mei pas om 7 uur dicht in plaats van om 5:30. En dit jaar hebben we voor het eerst dat er een blok in mei ertussenuit gehesen is. Dus niet iedereen blij mee. Maar waar wel iedereen blij mee is, is dat dan de hele maand september nog gezwommen kan worden. En dat is echt fantastisch. Ja, dan kan je lekker langer door. Ja, echt de hele maand. 1 oktober is de laatste dag. En heb je dan nog tijd om zelf te zwemmen? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Daarom ook dat in mei het bad niet om 9:30 sluit, maar om 10:30. Dan komen de mensen vanuit het 5 mei bad. En dan kunnen wij ook even zwemmen. Ja, want zonder zwemmen willen we hier niet staan. Hartstikke bedankt. Ik begrijp dat ik ook een formele handeling moet gaan doen. Dus ik loop nu even naar boven. En dan moeten jullie geloof ik goed opletten. En na de praatjes mocht de wethouder de toren van het zwembad in om daar de officiële openingshandeling te verrichten. Met een druk op de knop kwam er een stroom oranje zwemwater van de glijbaan, gevolgd door tientallen ballen. Tot groot plezier van de aanwezige kinderen en ook van sommige ouders. Ja, het is natuurlijk een melkkoe als het om het CDA gaat. Kijk, wij vinden dit een heel slecht idee. We lossen hier een niet bestaand probleem op met een belastingverhoging voor heel veel Leidenaren. En daar moeten we volgens mij maar niet aan beginnen. Betalen om te kunnen parkeren in je eigen wijk is al jaren een gevoelig onderwerp in Leiden. Ondernemers zijn bijvoorbeeld bang voor minder aanloop. Omdat ik heb nog klanten uit Leiden. En hier gelukkig tot nu is gewoon gratis parkeren. Dus dat is handig voor mijn klanten en voor mezelf ook. Ik kom uit Den Haag hier. Dus kost veel geld voor iedereen. Denk je dat je dan minder klanten krijgt? Zeker. Leiden moet zoveel mogelijk een groene stad met leefbare wijken worden, vindt het stadsbestuur. De parkeerinkomsten worden weer gebruikt om dat doel te bereiken. In de wijk Vlietpoort hebben ze daar wel vrede mee. We zien hier mensen hun auto neerzetten, fietsje achteruit en dan naar de stad. En ik snap het, hè. Ik bedoel, ik zou het denk ik ook doen als ik hier zou werken en niet zou wonen. Maar ja, het zadelt ons wel met een probleem op. En een deel van onze bewoners heeft daar weinig problemen mee, omdat ze hun auto op hun eigen plek kunnen zetten. Of omdat ze overdag zelf ook weg zijn met de auto. Maar ja, hierachter in de toren wonen ook oudere mensen. En die klagen dat ze hun gasten niet kunnen ontvangen, want ja, waar moeten die parkeren? Maar er zijn ook wijken waar dit probleem helemaal niet speelt. Ik heb toevallig via Twitter een aantal berichten teruggekregen van mensen die in deze wijken wonen. En die zeggen, ja, het is voor ons op dit moment geen probleem. Het was geen probleem toen we geen betaald parkeer hadden. En het is nu, als het betaald parkeren wel er aanwezig is en het uitgebreid wordt, is het nog steeds geen probleem. Dus we gaan nu alleen maar meer betalen voor iets wat we eigenlijk al heel lang hebben, namelijk geen probleem. En dat krijg ik wel met name terug vanuit de wijken waar het om gaat. Morgen neemt de gemeenteraad een besluit over het betaald parkeren. Naar verwachting zal een meerderheid voor het plan zijn. Vandaag signeerde wethouder van Delft het kinderboek Pak het Bot in het Naturalis. Het boek is geschreven door de 12-jarige Corné Herman voor zijn broer Pierre. Beide jongens hebben de ziekte van Stargardt.
Ik heb het boek geschreven voor mijn broer. Die heeft net als ik een bepaalde oogziekte. De ziekte van Stargardt heet dat. En hij heeft daarnaast ook een verstandelijke beperking. Waardoor het boekje, het leesniveau van het boekje, dat moest worden aangepast naar een iets lager niveau. Dus ja. De signeersessie is een vervolg op de boeklancering van het debuut van Corné dat plaatsvond op 28 april. Binnen een maand waren er 100 boeken uitverkocht. De opbrengst van het boek gaat naar het Oogfonds. Met dit geld wordt wetenschappelijk onderzoek gesteund om een oplossing te vinden voor Stargardt. Wetenschappelijk onderzoek is erg hoopgevend voor Corné. Het gaat inderdaad naar een van de onderzoeken die dus heel erg bezig is om eigenlijk een soort pleister te plakken op het gen, waardoor de ziekte stopt. Het kan niet helemaal voorkomen worden, maar het stoppen van de ziekte betekent wel dat je nog een deel van je zicht behoudt. Corné ziet nu nog maar 20%. Dus 80% van zijn gezicht is hij al kwijt. Maar stel dat het hierbij beperkt zou kunnen blijven, dan kan hij, ja, datgene wat hij nu nog kan zien, kan hij dan behouden voor de toekomst. Dat zou natuurlijk heel fantastisch zijn. Via de crowdfundingactie is al veel geld opgehaald. Wethouder Yvonne van Delft keek momenten de ogen van Corné met een simulatiebril die de oogziekte van Stargardt simuleert. In aanwezigheid van de kinderen van groep 8 van basisschool De Vink signeerden zij met deze simulatiebril 10 exemplaren. Met de actie gaf ze Corné een steuntje in de rug en vraagt ze aandacht voor de ziekte van Stargardt. Ja, dat was verschrikkelijk. Ja, want je ziet in het midden zie je helemaal niks, alleen een beetje aan de buitenkanten. En hij begon op een gegeven moment ook nog te beslaan, dus ik zag steeds minder. Natuurlijk vaak gezet, dus die zit er wel in. Maar je ziet wel, als je andere wat meer gecompliceerde dingen moet doen, ja, dan moet je het echt van de zijkant van je zicht hebben. Heel ingewikkeld. Corné schreef het boek voor zijn broer Pierre, die na Stargardt dus ook nog leidt aan een verstandelijke beperking. Een verstandelijke beperking, maar daarnaast ook macula degeneratie, of nou ja, Stargardt, dat is een vorm daarvan. Hij ziet dus ook wat slechter, maar zijn hersenen die pakken dat ook weer wat slechter op. Dus voor hem is het extra lastig. Hij ziet nu nog 10%. Het is een erfelijke oogziekte, dus het is niet bijzonder vreemd, bijzonder toeval dat we het allebei hebben. Dus als je een donatie doet bij het Oogfonds, dan krijg je dit boekje. Dus het is een soort kopen, maar dan andersom. Naast de verkoop van het boek organiseerden de klasgenoten van Corné een sponsorloop waarvan de opbrengst ook naar het Oogfonds gaat. Ze deden deze sponsorloop op een bijzondere manier. Alle kinderen zetten een simulatiebril op om te ervaren hoe het is om minder zicht te hebben. In totaal haalden de kinderen €717 op. Meester Job is erg trots op zijn klas en op Corné. Ja, super trots. Ja zeker. Ja. Ik heb hem zelfs al gekocht. Ik heb hem ook al gelezen. En in de klas hebben we ook al een stukje gelezen van het boek. Dus we gaan nog wel één keer helemaal lezen. Heel erg naar en ook heel erg moeilijk om iets te kunnen. Het is best heftig. Ja. Muziek is de grote passie van de Leidse dirigent Martin van der Brugge. Hij vertrouwt daarbij al jaren op zijn geoefende gehoor. Totdat hij tijdens de jaarwisseling van 2019 een groepje jongens met vuurwerk tegenkomt. Vanaf de grond had hij een soort van vierkant rotje en paf, dat ontplofte daarbij. Maar op dat moment hoor ik een enorme ruis en een suis en een piep in mijn oor, maar ik denk, nou goed, dat gaat wel over. Maar het gaat niet over. Martin blijkt lichte gehoorschade te hebben en daarnaast heeft hij last van een constante piep in zijn oor. Wat ik echt niet meer kan, is in de orkestbak spelen. Want daar is het geluid zo enorm. Dus voor opera's, musicals, operettes, dat heb ik allemaal gedirigeerd. Daar is de klank waarschijnlijk toch net iets te hard. En dan moet ik in ieder geval dit soort oorpluggen gebruiken. Wat betekent het voor je dat je nou niet meer alles kan doen qua muziek? Ja, ik vind het verschrikkelijk. Nogmaals, ik wil nog 20 jaar dirigeren. Doe me ontzettend veel plezier. Ik denk dat de meeste mensen mij kennen als een zeer enthousiaste dirigent. En dat ben ik. Ik heb passie voor muziek. En het is ook heel vervelend dat het door zo'n jongetje van tussen de 14 en 16 jaar eigenlijk een streep doorheen getrokken wordt. En nu fortissimo! En dus pleit hij voor een vuurwerkverbod. Ik hoop gewoon, en ik hoop ook dat de burgemeester van Leiden, meneer Lenvering, ook nog eens een keer gaat beseffen. Kom op voor de slachtoffers van vuurwerk en zorg ervoor dat gewoon nu echt, mocht er geen landelijk verbod komen, zorg ervoor dat wij Leidenaar in ieder geval veilig blijven. Want je hebt levenslang. Mooi.
deze is helemaal vol. En hier heb ik er ook nog 7. De leerlingen van groep 3 tot en met 8 van de Lorenschool renden woensdagochtend rondjes voor het goede doel. Door uit te wijken naar de hockeyvelden tegenover de school kon de sponsorloop dit jaar toch doorgaan. Nou, dat is een hele oude traditie al, die normaal in de professorenwijk gehouden wordt. En dan lopen de kinderen over de straat. En alleen nu vanwege corona hebben we gezegd, laten we het gewoon doorgaan. Maar het zou op de Roomburger sportvelden kunnen. Dus hier, kinderen die gaan van tevoren bij ouders, ooms en tantes, buren langs. Om te vragen hoeveel rondjes ze zouden kunnen lopen. En dan krijgen ze steeds een bepaald bedrag voor. Dan later wordt het geld betaald aan het goede doel. Nou, ik heb van een aantal mensen heb ik een vast bedrag. Dus ik heb voor een vast bedrag 5 euro. En dat heb ik dan van een paar mensen. Ik heb ongeveer 45 euro opgehaald, als het goed is. Het bij elkaar gerende geld is bestemd voor leeftijdsgenoten van de kinderen in Guatemala. Nou, net als in Nederland moesten ook de leerlingen in Guatemala in maart vorig jaar vanuit thuis verder leren. Alleen helaas is het in Guatemala zo dat de leerlingen nog steeds thuis zitten. Dus vanuit de overheid mogen de scholen nog steeds niet helemaal open. Dus wij zijn heel hard aan het werven voor tablets, zodat we kinderen beter onderwijs thuis kunnen aanbieden. Omdat het ontzettend lastig is als je met 6 broertjes of zusjes in een kleine kamer woont om je goed je huiswerk te maken. Dus daarvoor zijn we aan het werven en zijn de kinderen heel hard aan het rennen vandaag. Daar wordt van tevoren in de klas ook over gepraat met de kinderen. Ze krijgen informatie over het project. En ze weten dan ook waar ze voor lopen. En ze herkennen zich natuurlijk in de leeftijden van kinderen. Want er wordt ook beeldmateriaal over de kinderen in de klasse getoond. En op die manier krijgen ze wel een binding. En beseffen ze van ja, wij hebben het goed. En we mogen ook wel iets voor een ander doen. Ze moeten eten hebben en anders gaan ze dood. De Japanse duizendknoop werd jaren geleden door von Siebold mee naar Leiden genomen. Inmiddels vormt het kleine plantje een probleem in heel Nederland. Het is een heel klein plantje, maar als je her en der kijkt, kijk maar eens langs de spoorwegen en dergelijke, dan zie je planten zeg maar ontstaan van 2,5 tot 3 meter hoog. Het is een woekeraar. Hij drukt al je bestrating omhoog. Hij gaat in wat we hier net hebben gezien in brughoofden zitten, dus hij drukt echt alles weg. De gemeente bestrijdt de invasieve exoot door hem met elektriciteit weg te branden. 5000 volt is het hoogste, 3000 is midden en 1500 is het laagste niveau. Kleine plantjes hoeven niet zoveel stroom, maar hoe meer stroom, hoe minder het helpt. Dus je moet ze even kittelen. De bestrijdingsmethode is overigens niet zonder gevaar. Dit is wel een plekje dat is wel een beetje gevaarlijk. Hè? Want veel ijzerwerk. Hey, ik hoef maar een stukje ijzerwerk aan te raken. En mensen verderop die raken het hek aan, dan krijgen ze stroom. Voor wie thuis de plant aantreft, heeft de gemeente nog een belangrijke tip. Als je dat nou hebt, zeg maar, en je gaat dat groen weggooien, dan zou je normaal zeggen, ik gooi het in de groene container. Maar de Japanse duizendknoop moet je in de grijze container. En dan gaat echt naar de verbrandingsoven om verspreiding tegen te gaan. Als je hem laat composteren, hoeft maar een klein stukje te zijn. En een klein stukje geeft een grote plant. Rijksmuseum Boerhaven in Leiden heeft de gedwongen periode van sluiting tijdens de lockdown gebruikt om Waterland op te knappen. Dat is de waterspeelplaats in de binnentuin van het museum. Begin van de maand ging het museum weer open en vrijdagmorgen volgde ook de waterspeelplek. En die opening werd verricht door kinderen van klas 6 van de Lorenschool. Zij legden de laatste emmers water in de speeltuin, zodat het waterniveau weer op peil kwam. 5, 4, 3, 2, 1. Waterland Boerhaven is nu weer klaar om tijdens de openingsuren van het museum kinderen te ontvangen. En die kunnen er spelen en tegelijkertijd leren. Bijvoorbeeld wat erbij komt kijken om Nederland veilig te houden op het gebied van water. Voor het eerst dat er een schoolklas weer lekker aan het spelen is in de waterspeeltuin. Is hij alleen maar heropend omdat hij ook dicht was met het museum of is er ook wat gebeurd hier? Maar we hebben de tijd van corona ook gebruikt om hem weer op te knappen. Want we hadden al een tijdje last van wat water wat weglekte. Dus dat hebben we helemaal kunnen oplossen in de coronatijd.
toen we toch dicht waren. Ja. Kinderen kunnen er een polder droogmalen en bootjes lossen in de haven. En ook leren ze hoe je water omhoog kan pompen met de schroef van Archimedes. Alle speelelementen van de waterbaan beïnvloeden elkaar. En zo leren ze dat je moet samenwerken om het waterpeil te beheersen. Als voorbereiding op een bezoek hebben de leerlingen van de Lorentzschool in de klas al verschillende opdrachten over water gedaan. En die kwamen uit het educatieve programma van Rijksmuseum Boerhaven. Deze waterspeeltuin, ja, die zit vol met mogelijkheden om te zien hoe water werkt, hoe objecten in water drijven. En je hebt gewoon, denk ik als kind, heel veel plezier. Maar tegelijkertijd zie je heel erg veel van de mogelijkheden van het water. En is dat dan ook een onderwerp waar jullie op school nog aandacht aan besteden? Dat is wel heel erg leuk, want de leraren in voorbereiding op dit bezoek vroegen ook aan Boerhaven om... Zijn er lessen waar we mee kunnen voorbereiden? En dat is ook gebeurd. Dus ze hebben al een aantal lesjes gehad. En ik denk dat ze al heel erg goed wisten wat er zou gaan gebeuren. Theoretisch en dan nu de praktijk. Hoewel het museum nu weer open is, moeten bezoekers nog wel vooraf een tijdslot reserveren. Dat kan via de website. Zo weet je zeker dat je het museum kunt bezoeken en ook een plekje hebt in de waterspeelplaats. Moet hij het water in? Ja! Ja! Ga je mee? Nou, dan moet ik ook. Ja, denk het wel, ja.